Hallo beste kijkers, dit is een update filmpje van Sense Videos. We moeten een aantal dingetjes bespreken, want we zijn tijds geleden even rond de tafel gaan zitten. Dat is ook de reden waarom er een tijdje geen filmpjes zijn geweest. Maar we zijn gewoon eventjes rond de tafel gaan zitten en kijken van hoe willen wij verder met Sense Videos. Aangezien er nogal een aantal keren gewoon hele tijden geen filmpjes kwamen. Aangezien wij dan te weinig tijd hebben of er verschillende dingen gebeuren. En daaruit hebben wij een aantal conclusies getrokken. Want Sense Videos gaat vanaf nu veranderen. Nou, op welke manier? We gaan een aantal series laten vallen. Het zal voor sommigen misschien wat minder zijn. Want we gaan onder andere Skyrim gaat niet meer door. Dead Island, waar we trouwens al een tijdje niet mee verder waren gegaan, gaat ook weg. Today We Play gaat waarschijnlijk ook weg. Want we gaan volledig over op Minecraft. Maar natuurlijk gaat niet alles weg, anders houden we niks meer over. Er komen ook series bij. We gaan over op 4 standaard series. Namelijk Redstone Squeeze met Veteran. Die gaat gewoon verschillende dingen uitleggen van hoe werkt dit, hoe werkt dat met Redstone. Ik ga niet veel verklappen, gewoon. Het wordt echt heel leuk. En ik ga, zoals volgens mij al eerder ook al verteld was, ga hardcore survivalen. Dus dat wordt spannend. Ik hoop dat ik het zo lang mogelijk volhoud. En Computer gaat voor zijn laatste dagen in Nederland. Gaat hij nog wat mod spotlights doen. En ja, dat Sense Videos gaat dus nogal veranderen. En ja, we hebben een intro hebben weten te doen. En ja, natuurlijk, de Building Competition is al uitgesteld. Het zou deze dinsdag eigenlijk komen, maar dat is weer uitgesteld. Maar nu stellen we het niet meer uit. Het wordt namelijk aanstaande zaterdag. Daarvoor moeten nog mensen uitgenodigd worden. We hebben ook besloten dat uiterlijk donderdag iedereen die uitgenodigd wordt, krijgt een mail. Met daarin dus de uitnodiging, verschillende regels, word je op de hoogte gesteld. En ja, dus Sense Videos gaat veranderen. Je mag je reactie erover achterlaten. We gaan het niet meer terugdraaien, sorry. Maar ja, dat is dus nu voor wat betreft de update van Sense Videos.